Wij beginnen hier met een nieuw programma. Het programma is Oors. Het is de bedoeling dat elke keer een speciale gast in voorkomt. Maar speciaal bedoel ik een opmerkelijk mens. Een frappant mens. Een uniek mens. Ik ben hier in de Douwe van Epemastritte in Koudum. Bij uw eerste speciale gast. Ik zal even ombellen. Ik heb kennis met uw eerste opmerkelijke gast. Oh. Wietse de Jong is dus uw eerste speciale, unieke, opmerkelijke gast. Jo, bent dus een speciale man. Ja, ja, ja. En waarom? Ja, door dat lezen, je. En van dat ik je dient het nou, je. Ja. Want we moesten eigenlijk eerst vragen dat die vooral die goed weer dat ik bibel, van de bibliotheek leed worden mocht. Ja. Nou. Op wat van leeftijd heel het lezen leert? Nou, met 80 jaar, je. 80-jarige leeftijd. Ja. Hoe zit jouw squalcarrière eruit? Nou, je bent naar de leger squallingen? Ja, maar in de vierde klas ben we al weer oud. Toen ben ik bij een tuinman geweest voor 3 weken in de week hier. Nou. Maar waarom ben je... Moest je van squal houden? Ja, nou, moesten we... Ja, ik kon het bijkomen, je kon het leren, nou. Snapst? En toen, zei dan de meester van... Ja. Wie ze jou met de rouw? Ja. Ja, ja. En toen ben we op een tuin geweest hier bij een man. Wat daar gewoon in je week, snapst? Toen wien je het zien hier al had? Ja. Hoe ja. Lang heb je daar werken? Waar? Bij die tuinman? Nou, jaren, je. Jaren. Tot de oorlog? Nee, want toen ben ik bij die hoofdhoofd geweest. Voor de oorlog, voor de oorlog. Maar tot de vier al, je. Ja. Want je was ongeveer 23, 24, toen ja. Is de oorlog begonnen. Ja. Hoe zeg dat van jou eruit? Nou, net best. Maar toen werd je nog bij de broers, ja? Zuster. Wat is dat, de broers? Nou, die in de steenkool en in de goal, met de boot naar Alhout, Mongol Halli voor de mensen, snapst? In die naam 600, zetjes mongol. En bij de bakker 60 seks om de omheek, je. Bij de treppen op. Nou. Ja. Want je hebt hier natuurlijk een expeditie bedrogen. Ja, ja. En verhuizen dingen zit. Maar dat willen we horen. Snapst? En eerst gingen met de boot alles, je. 2 weken. Snapst? Maar later kwamen die auto's. En toen hebben ze verhuizen die ontdek. Want joh, hier hoort hier dat bedrogen? Ja, ja. 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 Toen is dus de oorlog uitbrutsen. Juist. En toen ben ik nog bij de broers. Ja? Ja. Wat doen jou daar? In de zwarte brand. In de zwarte brand. Dan kon ik 200 dingen per dag opzetjes hebben. Ja. En in de wagon, dan moest er een staatsgeld op. Nou. En dan moest er om zijn tijd leeg worden. En dat kunnen we wel mooi doen. Snapst? En mijn zijn al de fort gingen we dan ophelden. En hieronder op een wal in het pakhuis. Ja. En buiten looit ik wel, die kool. Ja. Ja. Want het kap, zat je het, ja. Het bedrouw? Ja. Waar weer dat hier in Koudum? Hieronder op een wal. Hieronder bij de haven, zeg maar. Ja. Daar. En daar stiert het hok ik nog, maar daar is nu auto's dat door wat oors mij. Snapst? Opknappen daar. Maar de lood stiert er nog. En die, van de auto's stiert er ik nog. Dat die auto's vroeger instingen. Snapst? Ja, ja. Toen in die tijd heb je nooit dacht, ik wil weer een squallen, ik wil een studie doen om het lezen nee, te leren? Nee, 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 dat niet. Want dat weer er net bij. We hadden het vierste drok. Ja. Snapst? Ja. De kei bij de boeren, waar haal je? 2 uur gingen we thesis het bed uit, snapst? Ja. Dat zat wanneer weer drok. En dan had je de meester hand op een poppendiek. Maar dan haalden ze me weer op, dan weer de drok op een wal. Ja. Juist, hè? En dan weer geen tijd om te leren? Nee, nee, nee. En dan willen we vers te burger om te eten, jongens. Ja. Snapst? Ja. Burger, ja. Een van de jongens zijn grootste hobby is plaatsie draaien. Hij heeft een hele grote collectie van 300 platen.
der ondergeestelijke platen van de snijn. Hey, prachtig, tjoe. Zo'n stiks. Maar hou je een soort van orgelspeling? Nee, ik heb een sok in lauwer. Ja. Piano's. Piano, ja. Daar hou je meer van. Die is mooi, deze. Kun je zelf ik piano spelen? Nee. Just hè? Ja. Oh, die is ik mooi. Ja, wist je. Ja, wist. Nou, dan we die aan even. Ja. Toen, gelijk na de oorlog, ben je vertrokken uit Kouden. Ja, toen ben ik vertrokken. Naar de hoogwoers. En dat ding gooit en dat zwaaien. Bezems verslieten. Ja. De tunnel, dat de heren lang gingen. Onvaaien. Maar die zachte stoffen, ze wist wel mooi, die mooie zachte stoffen. Ja. Want waarom... En s'nachts al dit in de kelder stof opscheppen. Ja. Van die plaat nou. Snapst? Want waarom ben je vertrokken uit Koudum? Daarom, je hebt ook niet meer met mijn broers, nee. Nee, dat was je slaafje. Nou, ik weet dat goed, snapst wel? En bij de hoofdovers was het weer het beste. Daar was in de kost geweest, bij Verwijk. En later in de muiden, bij de honden. Die hadden we 70 honden. En dan die hokkenwiskenmaatje en die dingen. Dat de honden in de gierden, nou. En later ben we in Wijkenzee in hotels geweest. Ja. Maar die buitenlanders, Spanjaarden en Turken. Just, hè? Hartstikke luxe. Die hotels? Ja. En wat doen die boetelanders dan? Nou, die wilden ik op een hoogoversje. Die wilden ik bij de hoogovers. Ben je daar maar in je henne geëerd, maar een freun naar de hoogovers? Alleenig. Dat is een hele reis. Ja, er wilden wel meer uit Kouden, maar die wilden gauw even om. Die wilden te warm. Ja. Te warm? Ja, dat was het feest te warm daar. Want je bent nooit trouwd geweest. Nee. Zie je er nooit eens een mooie vrouw tussen? Ja, daar zie je een zat ding, maar ze moet mij niet hebben, hou je. Dat kon niks, net leren en schroeven je. Ik heb wel verkeerd gehad, maar die vrouw moet niet leiden. Snap je? Maar wie dat een probleem als je dan net schroeven en lezen kon? Ja, dat is niet zo, maar die vrouw die, ja. Dat denk ik wel. Elke week gaat de jong naar de bibliotheek om naar je boeken te halen. Vier uur maas is de jong al wekker, eet een stukje balen en gaat de maasbetiet lezen. Horen en lezen. Lees voor. Haast. Oh, Truus, nee, Tom. En Lotje zitten. Poes, Nel, nou? Ja. Ze liggen. Helemaal op de rand? Nee, op. Dat kan ik niet goed zien. Op, ze ligt helemaal ja, opgevouwen. Ja, zeg beter. Wat? Ze ligt helemaal opgevouwen. Ja, met haar kopje tegen Toon aan. En slaapt. Toon. Oeh, dat is moeilijk. Sabbelt, ja, dat is sabbelt en lekker aan zijn dutjes. Ja, mag ik je ook bedanken? Om uw eerste speciale gast te wijzen? Nou, ik vind het machtig, joh. Mij komt nog eens. Nou, dan de beste. Het beste. En tot de volgende keer. Ja. En bedankt voor alles. Ja, bedankt. Hoi. Goeie. Hoi. Ciao.